Yo, Nintendo fans en fanerinnen. Dit kan een nieuwe serie worden. Dit is namelijk een soort Pokémon. Misschien beter dan Pokémon. Misschien slechter dan Pokémon. We gaan het zien. Het is Nexomon. Mensen. En Nexomon. Samen hebben we samengeleefd. Veel generaties lang. En samen hebben we alles bevochten. Yeah. Deze wereld is gebouwd op vriendschap, loyaliteit en liefde. Maar dat is wat fools geloven. Het is helemaal niet waar. De Nexomon, die hebben een genadeloze koning. Deze lijkt wel een beetje op Zacian of zo. Het is Omnicron. Maar we stonden sterk. Deze dappere helden zijn slimmer dan Omnicron. Ze hebben zijn eigen kinderen getemd en tegen hem gebruikt. Oké, badasses. Omnicron's legacy is nou barren. Begraven? Zielige scheet in de lucht, in de wind, wind in de lucht. De Nexomon zijn onze metgezellen geworden. Oké, dus het is toch wel weer vrolijk in deze wereld. Oh, maar die dag. Oh, die kwam nooit. Wat? Oké. Oh, kijk dat uitzicht. Wat was je naam ook alweer? Net als in Pokémon moeten we als eerst ons naam invoeren. Rikachu! En in deze game draait het dus ook om het vangen van die Nexomon. Er zijn er in totaal 381. Oké, dit gaat niet helemaal goed, jongens. Ik ben aan het neerstorten. Ah! Oh, we kunnen hier een skin kiezen. Yo, ik vind dit wel echt een Pokémon trainer. Ja man, laten we gaan voor deze Pokémon trainer. Maak je geen zorgen, alles komt helemaal goed. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Oh, is dat die Omnicron dude? Ik kan mijn ogen niet geloven. Wat gebeurt er? Rikachu, die jongen die heeft ons verraden. Wat? Ik verraad helemaal niemand. Ik ben altijd aardig. Ik zal niemand verraden. Alles wat we hebben opgebouwd. Alles waar we voor vochten. Dit is het einde der tijden. We moeten ons terugtrekken. Het is het niet waard. Luister naar me, zegt deze chick. Om deze planeet te redden moeten we Rikachu vernietigen. Wat? Onze mensen zullen opstaan als Rikachu valt. Wat? Hoezo? Dat is toch Omnicron, dude? Ik heb net mijn poppetje gekozen. Ik lijk daar niet eens op. Zijn jullie blind of zo? Ik vergeef je nooit. Je hebt ons allemaal verdoemd. Rick, jij een stomme sukkel. Wat? Het spel is nog geen eens begonnen en ze vinden me nu al niet meer aardig. Oké. Maar hier ben ik wel. Nora zegt, ik wist het. Wat doe je hier, Rick? Vandaag is de grote dag. Je weet wat voor dag het is, toch? Nee. Ik heb geen idee wat voor dag het is. Nora die zegt, hoe weet je dat niet? We worden vandaag echte temmers. Dus we mogen onze eerste Nexomon gaan kiezen. De anderen zijn buiten, Rick. Schiet op. Oké, Nora, kom eraan. Ik zie hier allemaal glimmende dingetjes. Hoppakee, 20 muntjes, G. Hier ligt denk ik fruit. Ja hoor, een appel. Lekker. En hier? 50 muntjes. We worden die rijke tata's, G. Nou, dit ziet er toch wel vredelievend uit allemaal. Het ziet er ook een beetje uit als die oude Pokémon games van vroeger. Oh, kijk, hier is een cadeautje. Een Nexotrap. Ah, hiermee kunnen we ongetwijfeld Nexomon gaan vangen. Kan ik hierin? Ik praat gewoon ook met niemand, hè. Zoek het allemaal maar uit. Het is mijn avontuur. Ik had alleen al het fruit overal vandaan. Hoppakee, een potion. Wat ligt er in het zakje? Een elixir. Al die items die je ook kent uit de Pokémon games. En hier een eater. Ja hoor. Ah, kijk, hier ligt nog wat. Een revive. Ja, die hebben we nodig. We doen nu geen Nuzlocke, jongens. Want ik doe het voor de eerste keer, hè. Kijk, daarbuiten staan mijn matties. Wacht, ik moet door de voordeur naar buiten. Als jij nou denkt dat dit een leuke serie kan worden, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en zet gelijk even dat belletje aan, jongens. Dan krijg je iedere dag nieuwe video's in je inbox. We gaan eens kijken wat dit is. 1, 2, 3. Er zijn er maar 3 kinderen dit jaar. En de mentor die zegt, wacht even. Er zou nog een vierde sukkeltje moeten zijn. Ze noemen me gewoon sukkel. Ross die zegt, waarom wachten we op Rikachu? Rustig aan, ik kom eraan, jongens. 2 tellen, wachten, even geduld, man. Jongens, kijk, hier ben ik al, hoor. Mooi, Rikachu vereert ons met zijn aanwezigheid. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Oké, wat gaan we doen, jongens? Hallo, zijn jullie de Pokémon-professoren? Gegroet, kinderen. Mijn naam is Amelie en ik representeer de Tammers Guild. Elk jaar komen de nieuwe Nexomon trainers. En dit zal de omslag worden in jouw leven. En ik ga ervoor zorgen dat jij succesvol wordt. Oké, cool. Geef mij mijn eerste Nexomon. We moeten naar het noordelijke bos om daar onze eerste companion te vinden. We hebben tot middernacht. En Coco, deze kat, zegt...
Je stuurt gewoon een stel kinderen naar het bos tot het donker is. Ja, dat is misschien niet echt heel handig. Nou, oké, okay, we gaan naar het bos. Hey, Matties, what up? Ja. Nora is weg en Ros. Ros, ga je ook weg? Nou, oké. Okay. Gaan wij samen, Coco? Oh, wow. Oké. Het gaat helemaal... Wie is dit? Wat gebeurt er? Onmogelijk. Rick, wat doe je hier? Luister naar me. Er komt iets heel engs deze kant op. Ja, maar wie ben jij? Deze persoon zegt, dat maakt niet uit. Nu is niet het moment, Rickertje. Er is een nep beeld hier naar het noorden. Het heeft een geheime kamer en daar kan je je verstoppen. Snel! Oké. Okay. Oh, en alles is weer normaal. Coco heeft helemaal niks door, zo te zien. Die heeft helemaal niet gemerkt wat er net gebeurde. Wat is dit? If you only had a pickaxe. Gaan we minen? Gaan we Minecraft dingen doen? Oké, okay, dit is het noorden. Coco die staat al bij het beeldje. Hé, hey Rick, kijk. Er is iets in de lucht. Wat? Wat is er? Ik zie niks. Oh, daar ja, een ster. Het is super groot. Het lijkt op een vallende ster. We moeten een wens maken. En Coco wenst voor een compleet normaal. Een normaal avontuurtje. Oké, okay, nou dat lijkt alvast niet te gaan gebeuren. Want het heeft behoorlijk ingeslagen daar. Oh, crap. Moeten we nu al tegen een of andere legendarische draak Nexomon? Wat is dit? Coco vraagt het zich ook af. Is het een draak? We kunnen niet wegrennen. Ah! Moeten we serieus? Ik heb nog geen eens één Nexomon gevangen, joh. Oké. Dit gaat niet goed, joh. Dit gaat niet goed. Wat gebeurt er? Oh, we zitten weer in die Twilight-wereld of zo. Je was te langzaam, Rick. Ik heb gezegd dat je je moest haasten. Een draak hier... Wat? Rustig maar, Rick. Ik ga je leren hoe je moet vechten. Ik heb iets voor je. Krijgen we nu onze eerste Nexomon? Neem een van deze. Dit wordt jouw companion. Ja, we kunnen een Nexomonnetje kiezen. Oh, snap. Oké. Okay. Oh, man. Welke zouden jullie kiezen? Oh, ik twijfel tussen de gras- en de vuur-Nexomon. Die gras-Nexomon die ziet eruit als een triceratops. Ik denk, zou dit een dinosaurus gaan worden of zo? Ik denk ook deze pak. Deze vind ik echt cool. Let's do this. Dit is Mara. Ja man, we gaan voor Mara. Let's go. Maar moet ik nu serieus met Mara tegen deze draak gaan vechten? Dat kan toch niet? Wat? Die chick heeft me ook gewoon verlaten. Waar is ze nou? Gaan we dit echt doen? Ik weet niet hoe sterk Mara is. Mara is level 6. Ik heb echt een bullet seed. Die move heeft Pokémon ook. Bullet seed. Let's go. Oh. Oh, 7 damage. Oké. Okay. Ik kan niet wegrennen. Ja... Moet Mara... Mara gaat toch niet kapot, jongens? Laat Mara met rust. Ja, dag. Mara is al down. Oeh, oeh. Dit spel laat me gelijk beginnen tegen een of andere draak, joh. Dit is toch niet eerlijk? Coco, ren gewoon weg, oké? En nu? Dat beeld is opeens weg. Zie, we kunnen nu daar naar beneden. Coco, ren. Ga. Oh, nee. Gaat Coco me helpen? Oh, Coco schopt me gewoon erin, jongen. Coco is een baas. Hé, Rick, kom op, word wakker. We zijn nu veilig. Ja, Rick, word even wakker, jongen. Even wakker worden. Juist, goed zo. Oké, rustig. Waar heb je die Nexomon vandaan, zegt Coco? Ik ga gewoon de waarheid zeggen, ja. Ik ga gewoon de waarheid zeggen tegen Coco. Hij gelooft me niet. Hij zegt dat is het domste ding wat ik de hele dag heb gehoord. Maar oké. We moeten een geheime kamer zoeken. Net als Harry Potter. Die moest ook een geheime kamer zoeken. Nou, Harry en Ron gaan op weg hoor, jongens. Eerst maar eens even de kistje pakken, jongens. Een Synergy Core. En hier nog meer cadeautjes. Nog een Nexo-trappie. Hier hebben we een potion. En 25 muntjes. Oké, wat is hier gaande? Wie is dit? Wie is deze manier? Rickertje was het niet. Ik ben blij om te ontmoeten, kind. Mijn naam is... Nou, dat maakt niet uit. Hij is de spook. Coco denkt dat het een spook is. Ben jij een spook, meneer? Hij zegt, relax. Ik heb je gered van die draak, toch? Coco zegt, je hebt gewacht tot het laatste moment, sukkel. Coco is vet. Anyway, de draak is weg. Dus je kan nu ook weg als je wil. En dit is de laatste rustplaats van deze guy. Hij was ooit ook een tamer, een temmer. Hij gaat me leren hoe we een Nexomon moeten vangen. Oh, kijk, dit is een leuke groepsfoto. Volgens mij staat deze gast precies in het midden daar. En ik lijk op die gast die daarvoor staat. Dit waren de beste tamers van een generatie. Kistje vind ik ook altijd cool. Super potion erbij. Kunnen we hier in? Hier kunnen we in. Ha, bewegend gras, jongens. Bewegend gras. Dat betekent dat daar een Nexomon is. Ja. Kijk, 10 Nexotrappies. Hoppa. Let's go. We gaan onze eerste Nexomon vangen. En het is een Skunkcute. Oké, net als in Pokémon moeten we eerst de tegenstander verzwakken. Oké. Die is gelijk bijna dood, joh. Oh, je kan ook zien hoe groot de kans is dat je hem gaat vangen. Wij gaan gewoon een lekker Nexotrappie gooien. Hoppakee. Oh, nu moeten we iets doen. B, X... Oh, dit gaat helemaal fout. A, X, B, B, A, B. Oké. Oeh.
Ik moest even kijken hoe dat moest. Maar gelukkig ging het goed. En we hebben Skunkcute gevangen. Nou, wat lachen, joh. Skunkcute. Ja, doe maar in de teampie. Hoppakee. Nexomon, die nummer 2 in de pocket. Kijk, er is nog veel meer bewegend gras hier. Kunnen we nog meer vangen? Wow, Kalfter. Deze is ook cool. Die is vet. Die gaan we ook vangen. Gotta catch them all, jongens. X, I, B, A, B, X, X, X. Hoppa. Lekker. En deze hebben we ook binnen. Kalfter. We gaan gelijk een heel teampie maken, jongen. Ik vind de designs van die beesten tot nu toe best wel vet, eigenlijk. Rubby. Oh, Rubby is wel sneller dan ik. Dat vind ik niet zo heel leuk, eigenlijk. Rubby, wil je stoppen met mijn Mara kapot te maken? Rubby ziet eruit als een goede muis. X, 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 I, B, I, A. Ah, I, A. Ja. Hoppakee, Ruby hebben we ook te pakken. We gaan hard, jongens, we gaan hard. Ik wil even een potion geven aan mijn Mara. Jee, Mara. Waarom is mijn Skunkcute gelijk full HP trouwens? Waarschijnlijk omdat dat de voorbeeld Nexomon is die we hebben gevangen. Woozy! Oh, Woozy is ook al sneller. Heb ik nou zo'n langzame Nexomon gekozen of wat? Oké, Woozy, you're next. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oh nee! Nee, we hebben Woozy niet. Nog een keer. Waarschijnlijk zijn dit echt crap Nexomonnetjes, hè? Waarschijnlijk zijn deze helemaal niet goed. Maar ik ga gewoon zoveel mogelijk vangen. Woezy! Wat is dit? Een Kloddy. Een Kloddy ziet er raar uit. Ik denk niet dat Kloddy een van mijn favorietjes gaat worden. Maar oké, we gaan hem gewoon proberen te vangen. Kom maar, jongen. Kom maar. Jee. Kom maar bij het team, Kloddy. Voor nu mag je erbij. We hebben gewoon al een volledig team, jongens. We hebben Mara, Skunkcute, Ruby, Kalfter, Woozy en Kloddy. Klinkt echt helemaal leuk. Oeh, maar deze is ook vet trouwens. Dit is Stinger. Oh, Stinger gaat mij sowieso kapot maken. Stinger is een vuur Nexomon. Kan ik nu bijvoorbeeld Skunkcute er even uitgooien? Ja, kijk, ik kan wisselen. Eens even kijken of we deze kunnen pakken, jongens. Want deze vind ik eigenlijk best wel cool. Deze wil ik best wel graag hebben. Let's go, let's go, let's go. Ja, nice. Deze vind ik echt vet, man. Dit is Stinger. En wie mag er dan weg? Ja, Kloddy mag wel weg. Kloddy is ook nog maar level 3. Je kan ook zien welk type ze zijn. Dus ik heb hier een gras Nexomon. Dit is een elektrische Nexomon. En Kalfter, Ruby, Skunkcute en Kloddy, dat zijn allemaal normal types. En nu hebben we dus een vuurtype erbij. Yo, we hebben gewoon een full teampie, hoor. We gaan weer naar buiten. Wie ben je nou eigenlijk? Ah, kijk, kijk, kijk. Hij kan mijn Nexomon ook healen. Dus ik kan eigenlijk gewoon net zo lang trainen als ik wil hier. Oeh, we hebben hier Dinja. Deze zijn we nog niet tegengekomen. Deze is ook wel leuk. Een soort van normal type hondje. Ja, ik wil ze gewoon allemaal vangen, hè. Dus ik pak ze gewoon allemaal. Deze is ook wel cute. Dan gaat Skunkcute gaat weg. Ik had verwacht dat dat een poison type zou zijn. Natuurlijk ga ik weer voor de looks, hè. En dan let ik helemaal niet op welk level ze zijn. Oké, let's go. We gaan hier weg. Hallo! Amelie vraagt... Hey Rick, ben je oké? Een draak heeft zojuist dit gebied aangevallen en ik zocht je. Ja, lekker laat weer, hè. Coco zegt... Niks kan er gebeuren in een ouderwets bos. En we zijn net door een enge geest gered. Amelie gelooft er niks van. En we gaan blijkbaar nu weg. Hallo, wie ben jij? Dit is de shard, meneer. Ben je geïnteresseerd in shards? Sowieso. Voor een paar muntjes en een beetje supplies krijgen wij een pickaxe. Nou, ik wil sowieso wel een pickaxe. Maar hoeveel kost het dan? Dude, geef me een pickaxe. 200 muntjes, 1 potion, 1 eater. Ja joh, kom maar op. Ik wil wel een pickaxe. Eens even kijken. Hier, hoppakee. Nou, dat is chill. Kunnen we ook hier naartoe bijvoorbeeld. Oh, maar hier zijn weer allemaal andere Nexomonnetjes, denk ik. Dat is super cool. Hier zijn ook echt knijten veel items. Wat is dit nou? Oh, daar worden we door geheeld of zo, denk ik. Wat is dit? Wat is dit? Schromporro? Oh, wow, wow, wow. Schromporro maakt me ook bijna kapot. Maar ik denk dat we hem even moeten vangen, jongens. Alsjeblieft, kom hierin. Jee! Maar dit was gewoon een blok hout met champignonnen eraan. Nee, deze hoef ik niet. Even healen, jongens. Hoppakee. En even een Ruby kapot maken. Ja, en dan gaat Mara naar level omhoog, denk ik. Ja, die is naar level 7. Nou, helemaal leuk. Ik ga er vandoor, jongens. We gaan even terug naar de school. Dat gaan we even doen in de volgende aflevering. Tenminste, als jullie dit vet vinden. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickandJune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!